Ja, hier is het, dit weer het begin. Hier ontdekten we dat gewelf, mooi eronder stenties. Het begin van de toegang van de grijfkelder. 3 bij 3 meter groot is de grijfkelder. En er binnen fjouwer schedels en een aantal botten voen. Om de kelder onder het grijfsteam van Schelte van IJsma leidt, is de kans groot dat het om hem en zijn familie gaat. Schelte is een staatsofficier en is eind 16e eeuw begonnen met zijn carrière in het staatse leger. En uiteindelijk in 1637 overlegde tijdens het beleg van Breda. De stingen is van Schelte van IJsma en zijn vrouw Tjerm van Ozinga. En dan mooi waren we van u in dat tien bijzetten binnen. En als er nou 2 bijlezen, dat zo'n familie van hem wezen moeten. Het is echt een familiegrijfkelder. De vingst is het bewijs dat de grijfkelder instwad binnen in 1864. Door de stoffelijke oerskatten ontdut zijn binnen, kinderen begon worden met een onderzoek naar de held uit het verlienen van Schettens. Het college van kerkrentmeesters wil dat de grijfkelder even bier maken wordt voor bezoekers. Ja, wees toch die nou bevingst. Dan wordt dan een steen trap gekomen, met een loeker doorheen. Dat je langzaam in oud dalen kist. Want dan krijg ik het idee van hoe waren ze nou begroven in die 17e eeuw. Die hele rijke eeuw, de gouden eeuw. Hoe ging dat erop daar? Het wordt nog wel even voordat je de grijfkelder zien kan. In december gaat het tjerkje hier met bed en brochtje. Buwalda hoopt dat de kelder dan klaar is voor het publiek.